Jens Kools, zondag wacht Standaar. Verwacht je een moeilijke wedstrijd tegen Trimaans middenveld van Standaar? Ja, uiteraard. Ik denk dat het sowieso geen gemakkelijke wedstrijd zal worden. En ja, uiteraard hebben ze ook een aantal goede spelers, zeker op dat middenveld. Maar ik denk ook dat wij ons mannetje kunnen staan, dat hebben we de voorbije weken wel laten zien. En ja, we gaan ons best doen. Denk je dat de 1-2 zege uit de heenronde mentaal nog kan meespelen? Ja, dat zit nog wel bij veel jongens hier in het hoofd, hè, dat we daar ook een mooie uitslag hebben behaald. Dus waarom zou het dan thuis niet kunnen? Het valt op dat je onder Bob Peters een van de wapens bent van Westerlo op corners en vrije trappen. Is er iets veranderd dankzij de trainer? Ja, ik denk ook wel het geloof in mezelf dan op die fases. Dus hij spoort me aan om daar goed positie te kiezen en telkens die infiltraties te doen. Dus ja, probeer ik dat ook elke week terug te brengen. En ja, ik denk wel dat ik al enkele keren gevaarlijk ben geweest in die fases. Een logische volgende vraag misschien. Is het dan ook een doel om in het spel in de 16 op te duiken en van daaruit met het hoofd te scoren? Ja, wat ik ook net zei. Hè. Hij vraagt dat dan ook van mij om mee die infiltraties te maken. En ja, je ziet ook wel dat veel ploegen het daar lastig hebben, mee hebben met die lopende mensen. En ja, nu nog die kans proberen af te werken. En dan ja, zou wel een pluspunt zijn. Verwacht je een strijd tot op het einde met Moes Kroen of mik je toch nog hoger? Ja, ik denk dat het sowieso lastig zal zijn voor ons tot het einde van de competitie. En ja, dan gaan we bekijken hoe dat nu de volgende weken nog wat vordert. En ja, ik hoop nog steeds dat we die play-off 2 kunnen halen. Maar ik denk dat we nu eerst moeten bezig zijn met het behoud in eerste klasse.